Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Het is een feestelijke ochtenddienst waarin drie baby's gedoopt mogen worden. Het sacrament van de doop mogen ontvangen. Bastiaan Geersen, Noëlise Dubbelhuis en Olivia Goeree. Doopouders, hartelijk welkom. Ook familie, vrienden of kennissen, gasten in ons midden. Wat mooi dat jullie hier zijn en dat we samen dit feest van de doop mogen beleven. Ook iedereen die thuis meekijkt met ons, van harte welkom. We hopen op een gezegende dienst met elkaar. Na deze dienst is er koffie en thee voor iedereen. En daarna soep en broodjes voor de genodigden van de families Geersen en Dubbelhuis. Dan heb ik nog wat mededelingen namens de kerkenraad. Na de laatst gehouden verkiezing heeft de kerkenraad aangegeven terug te komen op de ambtstermijn van de voorzitter. In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat de samenstelling van de kerkenraad wel erg klein is geworden. Dat leidt ertoe dat de kerkenraad besloten heeft om nu een extra ambtsdrager te benoemen die de rol van de voorzitter op zich zal nemen. De huidige voorzitter blijft wel ambtsdrager en is beschikbaar voor andere taken binnen de kerkenraad. Uit de namen die vorig jaar zijn aangeleverd vanuit de gemeente heeft de kerkenraad de volgende kandidaten gesteld. Martin van Veen als kringouderling in verband met het aftreden van Jorien Hummel. Ook stellen wij u voor als ouderling en voorzitter van de kerkenraad Jack Boerma. Hij zal dan komend jaar ingewerkt worden waarna Bert Molhuizen zal aftreden als voorzitter. De verkiezing zal worden gehouden op DV 29 januari na de morgendienst. Het gaat om enkelvoudige kandidaatstelling. Ook zal tijdens deze verkiezing gestemd worden over de functie van Petra van der Klok als ouderling Scriba. Op zijn verzoek heeft de kerkraad ontheffing verleend aan Rudolf Snippen voor het ambt van diaken. Met de invulling van deze vacature zullen we in maart verder gaan en we komen er dan bij u als kerkraad op terug. En laten we die verkiezing en dit proces ook in Gods hand leggen vanmorgen in gebed.
Dan nog een mededeling over het schaatsen. Dat is ook via Scipio eigenlijk al gedeeld. We gaan schaatsen. Vooral jongeren opgeroepen om te komen. Het is open voor alles en iedereen, geloof ik. Meld je aan via Scipio en dan hoop op een mooi moment met elkaar. Vanmiddag om 5:00 is er een lofprijzingsdienst, een zangdienst. Ook iedereen daarvoor van harte uitgenodigd. De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar zuster Lut Veldman. En de collecte is in deze samenkomst bestemd voor de kerk. En we willen samen de heren danken en bidden. We bidden voor broeder Reinoud Biesbroek, die een fietsongeluk heeft gehad. Hij is geholpen aan zijn verwondingen, maar morgen zal er meer duidelijkheid komen over wat er verder met zijn linker wijsvinger die gebroken is gaat gebeuren. Dat is dus best spannend. We hebben enige tijd geleden ook voorbeden gedaan voor Pieter Wittenberg, de schoonzoon van de familie Bloemendaal, die samen met anderen bij Lesbos vluchtelingen hielp. Afgelopen week werd duidelijk dat de reddingswerkers die vluchtelingen hielpen langs de kust van Lesbos niet langer verdacht worden van spionage. Of een vervolging nu definitief van de baan is, dat hangt nog in de lucht. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen, maar dit is in elk geval een mooie stap waar we de Heer voor willen danken. En we bidden ook voor vluchtelingen wereldwijd. Pieter en zijn vrouw zijn weer veilig thuis. En ook wij hebben allemaal ons veilige huis en plekje. Maar er zijn wereldwijd talloze mensen die geen huis hebben en op de vlucht moeten. Daar willen we ook voor bidden in deze dienst. En afgelopen week heeft zuster Pia Bulde de ziekenzalving ontvangen. Dat was heel mooi en heel bemoedigend ook. Inmiddels kreeg zij het positieve bericht dat haar lichaam, behalve haar borst, dan helemaal schoon is. En daar zijn we de Heer ook dankbaar voor. Zo willen we ook de Heer ontmoeten vanmorgen in deze doopdienst. En we gaan met elkaar zingen nu als eerste lied, opwekking 192. Ik kom in uw heiligdom binnen.
Laten we nu gaan staan en ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Gemeente, genade voor jullie en vrede, van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we een loflied gaan zingen, Psalm 138, vers 1. Nadat we samen geluisterd hebben naar Gods wil voor ons leven, ook voor de week die nu voor ons ligt, zullen we samen zingen. Psalm 87 uit de Oude Berijming, vers 1, 4 en 5. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: "Meester, wat is het grootste gebod in de wet?" Hij antwoordde: "Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en in de profeten staat." Thank you.
Goedemorgen. Fijn om jullie ook allemaal weer hier te zien. Ik heb wat meegenomen vandaag. Wie kan... Aan de buitenkant is het misschien niet heel goed te zien. Wie weet wat dit is? Een boekje, ja? Annemijn steekt de vinger op. Dan neem ik hem ook wat dichterbij mee. Een agenda? Ik heb een agenda meegenomen, ja. En wat staat er allemaal in een agenda? Wat je op dagen gaat doen. Ja, precies. Wat ik op dagen ga doen. Hey, hebben jullie ook dingen in de week die je altijd op dezelfde dag gaat doen? Bijvoorbeeld sporten of muziekles of zo? Heb jij zoiets? Zwemles. Zwemles. En op welke dag heb je altijd zwemles? Dat weet je niet. Wat had jij? Of een van jullie stak de vinger op, toch? Jij. Naar school. School. En op welke dag heb je school? Heel veel dagen, hè? Ja, heel veel dagen. We gaan het vandaag hebben over, nog steeds over Jezus. Daar hebben we het heel vaak over, maar ook vandaag weer. 4 zondagen achter elkaar hebben we het over dingen die Jezus gaat doen. En vandaag, of in ieder geval, het verhaal speelt zich af op de Sabbat. En wat denk je dat Jezus altijd doet op de Sabbat? Dus dat is eigenlijk een beetje de zondag. Wat doet Jezus altijd op Sabbat? Bidden. Bidden, ja. Hij gaat bidden op zondag. Waar denk je dat hij naartoe gaat? Ja. Naar de tempel. Ja, naar de synagoge gaat hij. We gaan het vandaag hebben over dat Jezus, die gaat naar de synagoge. Maar we gaan eerst een liedje zingen. Zullen we samen de Heer onze God danken en bidden. Hemelse Vader, wat een geweldig groot voorrecht als we zoveel kinderen mogen zien voor in de kerk en nu naar de kindernevendienst. Heer, we danken u dat we gemeente mogen zijn voor u en met u. Dank u wel ook voor de ouderen, dank u wel voor gezinnen, voor alleenstaanden. Heer, u kent ons allemaal. U weet het of we lid zijn hier of dat we te gast zijn vanmorgen. Hier in de kerkzaal of thuis meekijken via internet.
Heer, we danken u dat we bij u mogen komen. En dat u ons welkom heet vanmorgen. In deze feestelijke dienst. Als drie babytjes het sacrament van de doop mogen ontvangen. Bastiaan en Noëlise en Olivia. Heer, we bidden u. Wilt u ons een goede en gezegende dienst geven? Ook als uw woord opengaat, wilt u tot ons spreken, Heer. En werken met uw Heilige Geest. Misschien zijn we niet zo bekend met de kerk en de Bijbel. En zijn we er toch vanmorgen? Omdat we familie zijn of vrienden. Heer, u kent ons allemaal. En we geloven dat u een woord hebt voor ons. Een bemoediging. Een boodschap. Voor nu en voor de eeuwigheid ook. En daarom bidden we, Heer, wilt u onze harten openen. Wie we ook maar zijn. Welke achtergrond we ook hebben. We bidden voor elkaar. Heer, we bidden in bijzonder voor broeder Reinoud Biesbroek. U weet van het ongeluk dat hij heeft gehad, Heer. En ook de spanning die het met zich meebrengt wat er precies morgen gaat gebeuren. We leggen zijn situatie in uw hand. Heer, we bidden ook voor Pieter Wittenberg. Heere God, we zijn dankbaar dat deze uitslag daar op dit moment is, hoewel de toekomst nog onzeker is. Maar we danken u dat hij en zijn vrouw weer veilig thuis mogen zijn. En tegelijk bidden we, Heere God, voor alle vluchtelingen wereldwijd die geen huis hebben, die op de vlucht zijn gegaan. Heere, en misschien een onzekere toekomst tegemoet. We bidden om uitkomst. Help ons, Heer, ook in ons land om in alle gastvrijheid naar deze mensen om te zien. We bidden u, Heere God, voor Pia Bulder. En we danken u, Heere, voor de ziekenzalving die plaats mocht vinden. Het mooie bericht dat Pia heeft mogen ontvangen. Maar we leggen ook haar situatie, Heere, en de toekomst in uw hand. En we vertrouwen op u. Een God die in Jezus Christus kan genezen en wonderen kan doen. Zo bidden we voor elkaar, Heer, ook diegene wiens naam we niet noemen. Maar u weet het wel, wat ons bezighoudt. Mooie dingen of moeilijke dingen, verdrietige dingen. U weet waar we doorheen gaan, Heer, ook op dit moment en in deze periode van ons leven. We bidden voor de gemeente, Heere God, voor de kerkraad ook. We bidden om uw zegen voor broeder Rudolf Snippen, die ontheffing heeft gekregen. Ook de komende ambtsdragersverkiezing leggen we in uw hand. Heer, wilt u ons leiden? En wilt u laten zien, Heere God, welke weg we moeten gaan? Dwars door alles heen. En help ons om uw liefde ook hier in de wijk waarin we kerk mogen zijn, uit te stralen, uit te delen. Heer, we bidden in het bijzonder ook in deze doopdienst voor diegene voor wie het toch confronterend is. Mensen die geen kinderen hebben kunnen krijgen. Of miskraam hebben gehad. Kind hebben verloren. Heer, we komen ook met die gevoelens bij u. En we danken u, Heere God, dat we met heel ons leven bij u mogen komen. En dat u ons wil troosten en kracht wil geven. En moed om door te gaan. En maak zo deze dienst, Heer, tot een feest voor ons allemaal. Spreek tot ons. Wilt u de boze machten op een afstand houden en onze zonden vergeven? Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Lucas 2. En Joshua, jij gaat met ons uit de Bijbel lezen. Lucas 2, vers 25 tot en met 35. Ik kom even naast je staan, jongen. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar een tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem niet door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnen brachten
om hen te doen wat volgens de wet gebruikelijk is. Nam hij in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat u Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u beloofd hebt. Want mijn eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt in de heidenen en dat tot eer sterkt van Israël. Uw volk, zijn vader en moeder, waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: Weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelfs zult u als door een zwaard doorgestoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Dankjewel. Mooi gelezen, Joshua. Best een moeilijke tekst. Goed gedaan. Na de verkondiging zingen we het prachtige lied van Sela, Ik zal er zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten in ons midden, doopouders, met jullie rustige kinderen op jullie schoot. Ik vraag me altijd weer af hoe jullie dat doen, hè? Maar speen erin, ja. Prachtig. We zullen zien of het zo blijft, deze dienst. Toegewijd aan God, het thema van deze prekenserie vorige week en vandaag en volgende week. Een serie dat Jezus als babytje in de tempel wordt gebracht. Vandaag drie doopouders die hun kindje naar de kerk brengen, naar de doopvont brengen. Toegewijd aan God. Ik wil in deze dienst vanmorgen, deze feestelijke dienst waarin de doop plaatsvindt, op drie punten vanuit de tekst aandacht geven. Wat betekent nou de doop? Het toegewijd aan God, toegepast op de betekenis van de doop. Drie dingen, drie accenten. Allereerst bevrijding. Wat betekent de doop? In de tweede plaats een nieuw leven. En in de derde plaats heeft het alles te maken met de opstanding. Bevrijding, nieuw leven, opstanding. En laten we dan vanmorgen beginnen bij het begin. Als we die teksten met Joshua gelezen hebben uit Lucas 2. Over Simeon die in de tempel komt. En Jozef en Maria zijn met hun babytje in de tempel, Jezus, vorige week bij stilgestaan. En Simeon, die treffen ze daar dan in de tempel. Maar wie is Simeon? Nou, in de Bijbel wordt niet heel veel gesproken over deze man, maar wel een paar dingen. Hij woont in elk geval in Jeruzalem. En Jeruzalem, dat was de hoofdstad nog altijd van Israël. Maar er is in de loop der eeuwen wel wat veranderd. Als je nu naar Israël gaat en je staat op de Olijfberg en je kijkt naar Israël, dan zie je die tempelberg, maar er staat geen tempel op, maar een rotskoepel. En de Al-Aqsa-moskee. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat anders. Toen was daar de tempel van het volk van God. Dit is een model, zo zou het eruit gezien kunnen hebben. De tempel waar de Israëlieten kwamen om de feesten te vieren, om offers te brengen, om God te loven en te prijzen. Maar ook om met je kindje naar de tempel toe te gaan. En Simeon die komt dus ook in deze tempel. Hij woont hier in deze hoofdstad, Jeruzalem. Het was een tijd, daar moet je altijd bij stilstaan als je uit het Nieuwe Testament leest, waarin de Romeinen de overhand hadden. Dat zie je zelfs terug in de tempel hier, helemaal rechts, aan de tempel vastgeplakt met die torentjes. De burcht Antonia, waar de Romeinse overheid verbleef en een mooi toezicht kon houden op de tempel en wat daar gebeurde. Dus het Joodse volk kreeg wel bepaalde ruimte, maar de Romeinen bepaalden hoe het ging. Die hadden de macht in handen. Nou, ook in deze tekst van vanmorgen, als Jozef en Maria in de tempel zijn en als het gaat over Simeon, woont in Jeruzalem. De Bijbel vertelt nog wel iets meer over hem. Hij is rechtvaardig en vroom. Tegenwoordig in ons Nederlands taalgebruik, dan vroom heeft niet zo'n hele positieve lading. Een soort heilig boontje, dat is niet heel positief vaak als dat tegen je gezegd wordt. Maar hier is het juist heel positief bedoeld. Simeon, een man die oprecht vertrouwde op God.
Die wilde leven voor de Heer, toegewijd aan hem. En wat ook uit de Bijbel blijkt, is dat hij een wachter is. En een wachter die wacht ergens op. En waar wachtte Simeon op? De Bijbellezing van vanmorgen vertelt het. Die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. Het is lang niet altijd even goed gegaan met Israël, dat volk van God. En ook met deze wereld niet. En zeker niet na Genesis 3, na de zondeval. En de gebrokenheid tot op de dag van vandaag merkbaar en voelbaar om ons heen in de wereld. De vluchtelingen als voorbeeld. Maar ook in je eigen hart, de dingen die opkomen. En dat God zegt, en toch ga ik door. Het is een verwijzing naar het Oude Testament, ook in Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Als Israël in ballingschap is geweest, of is nog. En Jesaja komt met die profetie, troost, troost. En God gaat toch door. Want met die gebrokenheid en met die zonde en schuld moet afgerekend worden. Dat onrecht zal veroordeeld worden. En God werkt toe naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komt. En niets of niemand kan hem daarvan afbrengen. En dat is zo geweldig dat het Oude Testament al uitziet naar de Messias. Die die nieuwe wereld tot stand gaat brengen. Die afrekent met al het onrecht en zonde en pijn en verdriet en de dood. En dan Simeon, een man die wacht. Die wacht op de komst van die Messias. En vertelt de Bijbel dan er ook nog bij, de Heilige Geest rust op hem. Dus we weten niet heel veel, maar toch wel aardig wat. Wie was deze Simeon? Nou, hier zie je ongeveer wat de Bijbel over hem vertelt. En dat de Heilige Geest op hem rust, blijkt ook heel duidelijk in de tekst van vanmorgen. Als er staat dat hij gedreven door de Geest naar de tempel van God toe ging in Jeruzalem. Gedreven door de Geest ging hij naar de tempel toe. Dus blijkbaar stond Simeon op een ochtend op, wakker wordend. En had hij het idee, door de Heilige Geest, ik moet naar die tempel toe. Want daar gaat vandaag wat gebeuren. Het is zo bijzonder dat Simeon dan gedreven door de Geest naar de tempel toe gaat, uiteindelijk naar Jezus, dat babytje, naar Christus. Dat is eigenlijk altijd het werk van de Heilige Geest. Die drijft ons naar Christus toe. Ook tot op de dag van vandaag. De Geest die ons samenbrengt in de kerk, rondom de doopvont. Als Bastiaan en Noalise en Olivia zometeen gedoopt worden. De Heilige Geest die ons hier samenbrengt en gedreven door de Geest, mogen we toegewijd zijn aan God en mogen we onze kinderen toewijden aan God. Wat een prachtig feest dat we vandaag mogen vieren. Maar dat feest wordt nog prachtiger en nog mooier als je beseft de diepe betekenis daarvan. Want dan komt Simeon bij de tempel. We verplaatsen ons even in Simeon vanmorgen. En dan ziet hij allerlei mensen, ouderen, jongeren, kinderen, ouders die met kindjes daar op het tempelplein komen. En net als in de gemeente hier, zo veelkleurig. En tussen al die mensen gaat zijn aandacht naar één echtpaar toe. Die daar rondloopt op dat tempelplein in Jeruzalem met een babytje in hun hand, Jezus. En door de Geest gedreven gaat Simeon naar Christus toe. Naar Jozef en Maria en hij vraagt dat kindje en dat kindje houdt hij in de armen. En Simeon kijkt naar dat kindje Jezus. En wat zegt Simeon? Met eigen ogen heb ik de redding gezien. Hij noemt Jezus dus de redding. Kijk, doopouders, jullie mogen vandaag met jullie kindje, die uiteraard heel speciaal en bijzonder is en uniek voor jullie, naar de doopvont komen. Maar niemand van jullie kan zeggen, net als ik naar mijn kinderen toe, dit is de redding. En Jezus en Jozef en Maria, die dragen Jezus, is in de tempel. Simeon die houdt hem vast en hij kijkt naar Jezus en zegt, en dit is de redding. Ik heb de redding gezien. Geweldig dat de redding, Jezus, een klein babytje, zo kwetsbaar, zo klein, de redding genoemd wordt. Hoe dan? Ik moest erbij denken aan dit beeld. Tweede Wereldoorlog, D-Day, kennen we allemaal. 6 juni 1944. De geallieerden die kwamen in Normandië. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit moment het begin was van de bevrijding. Het begin van de bevrijding. Was nog niet gelijk zichtbaar, maar het was het begin van de bevrijding. Dat beeld moet ik even vasthouden vanmorgen.
Want zo meteen, doopouders, komen jullie hier met jullie kind naar de doopvont toe. En wordt het water besprenkeld, hè, over het hoofdje van jullie kind. Als een teken van het bloed van de Heer Jezus. Het offer dat de Heer Jezus voor ons bracht. En de Heer Jezus die heeft dat gedaan, de Messias van Israël. Om uiteindelijk die kloof te overbruggen tussen God en ons. Om het weer goed te maken. Wij stonden met onze rug naar God toe. Er kwam gebrokenheid en zonde. En God zegt, en ik wil het goed hebben met jouw leven. En met dat van je kinderen. En met deze wereld. En daarom stuur ik mijn enige geboren zoon, de Heer Jezus. En hij kwam als een babytje geboren in Bethlehem. De Messias van Israël, onze verlosser. Van de verlossing was nog niet heel veel zichtbaar. Maar het was wel die day. De beslissende dag. En hij kwam als babytje in de tempel. En Simeon had het door. En hij kijkt in zijn oogjes en zegt, dit is de redding. Ik heb de redding gezien. De bevrijding. En wat geweldig als hij dan als doopouder naar de doopvont mag gaan en je kind die doop mag laten ontvangen. In het geloof en het besef dat God zegt, ik heb mijn zoon gestuurd ook voor jou en voor je kind. En die mag bevrijd zijn van alle zonde en schuld. Eeuwig leven ontvangen. Wat een geweldig feest als hij diepe betekenis beseft. Maar dan gaat het ook verder. Het tweede is, de betekenis van de doop, een nieuw leven. Straks dan voor de doop zal ik het formulier gaan lezen wat onze kerken hebben opgesteld over de betekenis van de doop. En dat komt ook heel mooi in naar voren. Als we dan lezen, wij mogen met Jezus opstaan in een nieuw leven. Dat is het, hè? Als je je kind laat dopen, dan mag je weten, het kind is opgestaan in een nieuw leven. Maar wat is dat nieuwe leven dan? Ik noem drie dingen vanmorgen. Het eerste is dat je in dat nieuwe leven God vertrouwt. Net als Simeon, rechtvaardig en vroom. Dat je God vertrouwt. Je zegt, hier is mijn leven, Heer. Ik vertrouw erop. Ook al zie ik het vaak niet in het leven, ook al zijn er nog zoveel vragen en aanvechtingen en worstelingen en misschien ook wel twijfels. Maar u hebt het overzicht over mijn leven. Ik leg mijn leven in uw hand. Mijn leven ligt in uw hand. Maar ook in de tweede plaats, God liefhebben. Dat is de taal van het hart. Je kunt je man of je vrouw liefhebben, je kunt je kind liefhebben, je ouders liefhebben. Maar we kunnen ook God liefhebben. Hebben wij God lief? En ook dat hoort bij dat nieuwe leven. God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je verstand. Dat is de weg die God ons wees, hè? Gods weg voor ons leven, ook voor de week die voor ons ligt. En het derde is de oude mens loslaten. Bij dat nieuwe leven hoort ook dat die oude mens afsterft. En in een nieuw leven met Jezus mag opstaan en mag leven, toegewijd aan de Vader. Nou, en die oude mens wil niet zeggen dat als jullie kinderen zometeen gedoopt zijn, dat die oude mens ook nooit meer opspeelt in hun leven. Die komt wel op, maar Jezus is de overwinnaar. En in dat nieuwe leven, toegewijd aan hem, mag je steeds meer ontdekken in je leven dat die oude mens is begraven in de doop. Begraven met Christus. En ik ben opgestaan in een nieuw leven. En dat mag je ook je kind voorhouden. Bij het opgroeien, vertellen. Wat is de betekenis van die doop? Waarom zijn ze gedoopt? Wat is dan dat heilige leven? En in die opvoeding, dat merken jullie al, want het is niet jullie eerste kindje, alle drie. Dan zul je ook merken dat een kind ook steeds naar de ouders kijkt. Hoe beleeft die nou zijn of haar geloof? En daarom heb je als ouders ook een geweldige verantwoordelijkheid. Want een kind imiteert je ook vaak, kijk maar eens mee. Ik vond deze prachtige foto. En ik denk dat dit wel heel herkenbaar is. Om even een persoonlijk voorbeeldje. Mijn achternaam is nog niet heel gemakkelijk. Dus als mensen mij vragen die nieuw zijn, die ik voor het eerst zie, naar mijn naam, dan spel ik ook altijd gelijk. Vasquez en dan V-A-Z-Q-U-E-Z. En laatst had ik Joël mee naar de winkel van 3 inmiddels. En ik moest een pakketje ophalen bij een winkel. En achter de balie een aardige mevrouw. En die vroeg naar mijn naam. Ik zei Vasquez, waarop ik Joël hoor zeggen V-A-Z-Q-U-E-Z. Dus kinderen doen na wat hun ouders dus ook doen. En ik denk, doopouders, broeders en zusters, dat dat in het geloof niet anders is.
Maar laat ik het breder trekken. De doop vindt plaats niet voor niets in de gemeente. Wat laten wij onze jongeren zien? Onze kinderen zien in de gemeente? Dat heilige, toegewijde leven aan God, merken ze dat aan ons? En als er dan eens een keer wat is, hè, ook onderling, hoe lossen we dat dan op? En wat laten we daarin zien aan onze jongeren? Zo hebben jullie niet alleen als doopouders een geweldige verantwoordelijkheid, waarbij God jullie ook wil helpen, maar ook wij allen. En zo komt dit woord naar ons allemaal toe. Net als even terug naar de tekst. Toen Jezus dan binnengedragen werd, hè, zo staat het er ook. Toen Jezus ouders hun kind daar binnenbrachten. Als Jozef en Maria dat niet hadden gedaan, was dat babytje Jezus daar niet gekomen. Nou, misschien wel op een andere wijze. Maar die verantwoordelijkheid die je als ouders hebt. Wat laten wij thuis zien aan onze kinderen over de kerk? Hoe praten we erover? Over het geloof. Over wie de Heere God voor je is. Wat je meemaakt in het dagelijkse leven. Ook de struggles, de moeilijke dingen. Wees eerlijk ook naar je kinderen toe. En laat zien dat het geloof echt niet altijd gemakkelijk is. Maar een geweldige bron. En de doop van vanmorgen zet daar een dikke streep onder. Die belofte van God. Die vraag die ik jullie zo meteen ga stellen. Beloven jullie jullie kinderen bij het opgroeien zo te onderwijzen en te laten onderwijzen. Dat ze hun doop leren verstaan. En beloven jullie jullie kinderen voor te gaan in een christelijke levenswandel? Pittige vraag. En we hebben er samen over gesproken in de voorbereiding van deze dienst. Maar laat het ook maar eens op de gemeente afkomen, deze vraag. En laten we eens meenemen. Hoe sta ik daar eigenlijk in? En wat laat ik zien? Dan het laatste van vanmorgen deze serie toegewijd aan God. Over de betekenis van de doop. Is de opstanding. Want wat zagen we bij Simeon? Die komt dan in de tempel. Hij heeft dat kindje Jezus in de hand. Hij kijkt in zijn oogjes. Dit is de redding. De redding. Mogen we zien in het water van de doop. De redding. Jezus Christus, de Messias van Israël. Simeon, die zegt dan vervolgens, nu laat u Heer uw dienaar in vrede heen gaan. Eindelijk, nou even met mijn woorden, nu kan ik sterven. Nu kan ik sterven. Hij heeft de redding gezien, hij was een wachter. Hij wacht op de komst van de Messias. En dat vertelt hij ook zelf, we lezen het in Lucas 2, vers 26. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Dus Simeon zou niet sterven voordat hij die redding heeft gezien. En zo gebeurt het in de tempel in Jeruzalem. Op dat moment. Gedreven door de geest. En Simeon ziet het. Dit is de redding. Dat wil niet zeggen dat hij nu die redding gezien heeft. Dat er geen gebrokenheid meer is. Dat komt niet bij mij vandaan. Even voor de duidelijkheid. Dat Simeon... Simeon die ziet dus dat kind in de ogen, dit is de redding. En dat betekent dus niet dat er geen gebrokenheid meer is. Dat er geen zonde meer is, dat er geen dood meer is. Want hij zegt, nu kan ik sterven. Eigenlijk zou je dus kunnen vergelijken met dat beeld van D-Day. 6 juni 1944. Ik wil niet zeggen dat na die dag de oorlog voorbij was. Het was nog steeds een vreselijke situatie wat mensen hebben meegemaakt, ook na deze datum nog. Maar het ging wel toe naar 4D, Victory Day. 5 mei voor ons land dan, 1945. De definitieve bevrijding. Het zat al in de lucht. Het kwam eraan. En nu kon het uitbundig gevierd worden. Nu was het definitief. En het is ook uitbundig gevierd als je al die berichten leest van toen. Zo zou je ook kunnen zeggen in het geloof. De doop van vanmorgen, jullie kindjes. Die day. Het water wijst op het offer dat Jezus voor ons bracht. Goede Vrijdag. Aan het kruis op Golgotha. De definitieve beslissing. Maar dat wil niet zeggen dat als jullie kindjes nu vanmorgen gedoopt zijn, dat er geen gebrokenheid meer is. Ook bij het opgroeien kun je best wel zorgen over maken als ouders ook. Waar groeien mijn kinderen in op? Ook in deze wereld, in de samenleving. En dat er in de gemeente, in deze wereld, geen zonde meer zou zijn. Maar feit is dat de overwinning eigenlijk al is behaald. En straks op 4D duidelijk zal worden. Wanneer is die dag? De Bijbel zegt als deze Jezus terugkomt op de wolken. Een belofte die nog open staat.
waar we naar uit mogen kijken. Eens zal Jezus terugkomen om definitief af te rekenen met alle zonden, met alle pijn, met al het onrecht in ons leven en in het leven van onze kinderen. En dat hij zegt tegen iedereen die in dit leven tot inkeer is gekomen en toegewijd leeft aan God: je bent welkom. Welkom op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Iedereen die dan gestorven is, zal een nieuw lichaam krijgen in geloof, een geestelijk lichaam. Opgestaan uit de dood. En als je de wederkomst meemaakt, zal je lichaam op dat moment opstaan, veranderd worden in een nieuw geestelijk lichaam. En zo zullen we voor eeuwig bij de Heer mogen zijn. Als je je leven nu in zijn hand legt, in dit leven, in de gebrokenheid van dit leven. Weet wel, zo eindigt de tekst van vanmorgen, dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen, zegt Simeon. Of juist zullen opstaan. En want als hij Jozef en Maria daar zo ziet, dan zegent hij Jozef en Maria. En tegen Maria heeft hij nog een speciaal woord. Een zwaard zal door je ziel gaan. Jezus zal gekruisigd worden, je eigen zoon. Wat heeft Maria wat meegemaakt, hè? En dan loopt die tekst uit op wie is de Heer Jezus voor je. Weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. En daarom, doopouders, iedereen die dit maar wil horen. Wie is de Heer Jezus voor jou? Waar de doop op wijst en een dikke streep onder zet. God zegt, die boodschap is voor jou, maar wil je het ook aannemen? Een toegewijd leven voor hem. Wat betekent dan die doop? Bevrijding, nieuw leven en opstanding. Dat is wat je mag ontvangen. En hoe onthoud je dit nou, hè? En toen dacht ik, doophouders, kijk even mee naar de eerste letters. Bastiaan, Noëlise en Olivia. Zij mogen de doop vandaag ontvangen. En zo komt God naar hen toe, naar jullie als doopouders en naar ons allemaal. Want zo lief heeft God ons gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar een eeuwig leven mag hebben. Amen.
toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam, u blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik wil graag met jullie het doopformulier lezen, wat we als kerk hebben opgesteld, om in het kort nog weer te geven wat de doop vanuit Gods woord betekent. Simon en Mirjam Geersen hebben te kennen gegeven dat zij hun zoon Bastiaan Samuel willen laten dopen. Jan en Sanne Dubbelhuis hebben te kennen gegeven dat zij hun dochter Noalise Sari Anne willen laten dopen. Matthijs en Lucielle Gouret hebben te kennen gegeven dat zij hun dochter Olivia Maria Neeltje Sophia willen laten dopen. Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat hij opgedragen heeft. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt is. Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God, overeenkomstig het woord van Jezus. Laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de woestijn op weg naar het beloofde land.
Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens op de 8e dag na de geboorte. Overeenkomstig het woord van de apostel zijn de gelovigen besneden in Christus met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, daar zij met hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend. De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging nodig hebben, aangezien de schriften ons leren dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan, tenzij wij wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat hij van ons vraagt. Daarvan is de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het teken en zegel. In de naam van de Vader gedoopt worden is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet zich voor ons in ten goede. In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. In de naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verworven heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen. De afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan die ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat wij geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. En als we in zonde vallen, we zijn en blijven immers zwak, dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen. Want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij alle getuigen van de doop van Bastiaan, Noëlise en Olivia. En gedenken wij onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Zullen we samen het prachtige lied zingen van Selah over de doop? Overtuigd, want er bij hem vergeet.
Dan is nu het moment daar dat we de drie baby's gaan dopen. Jongens en meisjes, mooi dat jullie weer terug zijn van de kindernevendienst in de kerkzaal. Dat je straks ook hier naar voren mag komen als ik je zo meteen naar voren roep. Om ook van dichtbij mee te gaan maken het doopfeest. Maar eerst wil ik de doopouders vragen om hiervoor in de kerk te komen staan. Om de doopvragen te beantwoorden. Ja hoor, mogen jullie gaan staan. Simon en Mirjam, Matthijs en Lucielle, Jan en Sanne. Zoals we eigenlijk ook in de voorbereiding op deze dienst met elkaar hebben besproken. In geloof moeten we de doop verlangen en niet uit gewoonte. Of omdat het er nou eenmaal bij hoort voor de uiterlijke vorm. Daarom vragen we jullie om eerlijk antwoord te geven op de volgende vragen. Erken je dat onze kinderen van hun vroegste begin in de macht van de zonde zijn en aan het eeuwig oordeel onderworpen, maar dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente gedoopt behoren te worden? Geloof je dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat ook openlijk in haar geloofsbelijdenis uitspreekt en erkent, en zoals dat ook hier in de kerk wordt verkondigd? Beloven jullie jullie kinderen bij het opgroeien zo te onderwijzen en te laten onderwijzen dat zij hun doop leren verstaan? En beloven jullie jullie kind voor te gaan in een christelijke levenswandel? Simon Geersen, wat is daarop je antwoord? Ja. Mirjam Geersen, wat is daarop je antwoord? Ja. Lucielle Goree, wat is daarop je antwoord? Ja. Matthijs Goree, wat is daarop je antwoord? Ja. Jan Dubbelhuis, wat is daarop je antwoord? Sanne Dubbelhuis, wat is daarop je antwoord? Wil ik ook aan de gemeente een vraag gaan stellen en daarvoor wil ik jullie vragen als dat mogelijk is te gaan staan. Broeders en zusters, ontvangt u als gemeente Bastiaan en Noëlise en Olivia met liefde in uw midden? Weet u zich geroepen hun ouders te steunen door uw voorbeden en uw voorbeeld? Bent u daadwerkelijk bereid om eraan mee te helpen dat Bastiaan, Noëlise en Olivia kunnen groeien in het geloof, de genade en het leren kennen van de Heer Jezus? Broers en zussen in Jezus Christus, wat is daarop jullie antwoord? Laten we dan staande met elkaar zingen een loflied tot de Heer onze God. Juicht, want Jezus is Heer.
wil ik nu aan de doopouders vragen om bij de doopvont te gaan staan. En jongens en meisjes, ik wil jullie graag naar voren roepen. Als je dat wilt, om van dicht bij de doop mee te maken, dan kom maar naar voren. Mag je hier voor mij komen staan of zitten. Zometeen mogen jullie nog dichterbij hoor. Kom maar. Ik ga eerst nog even met jullie praten. Er zijn nog meer die er aankomen. Wat mooi dat jullie er zijn allemaal. En dit feest met ons meemaken. Want wat is nu eigenlijk de doop, hè? Zometeen dan wordt hier water over het hoofdje van zo'n baby besprenkeld. Maar wat is dat nu eigenlijk? Wat betekent dat nu? Daarom heb ik een foto meegenomen. Moet je maar eens kijken naar het scherm. Wat zie je hier voor dier? Wie? Kip. Ja, een kip. Maar als je heel goed kijkt naar de foto, dan zie je nog wat anders. Een kleine kip. Ja, een minikip. Dat klopt inderdaad, een minikip. En waar zit die minikip dan? Wie weet dat? Wat zie je op de foto? Waar zit die? Onder de vleugel. Heel goed, onder de vleugels. Dat vind ik nou zo prachtig, hè, van de doop. Kijk, net als dat zo'n klein kuikentje... Dat is het, hè, een kuikentje. Gaat schuilen onder de vleugels bij zijn moeder. Zo, zegt de Heere God, wil ik de God en Vader zijn van deze babytjes, hoe klein ze ook maar zijn, kom maar bij mij schuilen onder mijn vleugels. Dat is eigenlijk wat de doop wil zeggen. Je mag mijn kind zijn. En de Heere God zegt, ik wil jouw vader zijn. Dat zegt hij tegen deze baby's en dat zegt hij ook tegen jou. En daar willen we nog over zingen. Dat gaan we doen voordat we deze baby's gaan dopen. Over dat kuikentje. Zingen jullie mee? Na de doop van deze kinderen wil ik jullie vragen, als dat mogelijk is, te gaan staan en met elkaar op Psalm 105, vers 3 te gaan zingen.
Bastiaan Samuel Geerse, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God zegt, jij bent van mij. Amen. Olivia, Maria, Neeltje, Sophia, Goeree, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God zegt, jij bent van mij. Amen. Noalise, Sari, Anne, Dubbelhuis, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God zegt, jij bent van mij. Amen. Kijk, van de kindernevendienst wordt ondertussen, ik vertel het maar even voor de mensen die dat niet zien hiervoor in de kerk, cadeautjes uitgereikt, een boekje en een mooie kaart erbij, zie ik. En ik heb ook nog wat, lieve doopouders, voor jullie namens de gemeente een doopkaart, zoals we dat gewend zijn om te doen. Ook als een herinnering van deze feestelijke dienst vanmorgen. Ik zal ze jullie uitreiken. Allereerst familie Geersen. Alsjeblieft. Dubbelhuis, alsjeblieft. En er blijft maar één over. Kijk eens, alsjeblieft. En we wensen jullie ook van harte God zegen toe voor de toekomst, samen met jullie kinderen. Toen ik met jullie deze dienst voorbereidde, had het over de betekenis van de doop, hè, opnemen in de gemeenschap, de God van het verbond. Maar ook de enorme dankbaarheid die ik bij jullie proefde. Dat je hier vanmorgen mag zitten met een gezond kindje, dat je naar de doopvond mag brengen. Wat een zegen van God. Nou, dat blijkt ook wel in deze dienst. Sanne, ik wil jou graag het woord geven, omdat jij aangaf graag een getuigenis te willen geven. Met spuugdoekje, waar zal niet handig voor zijn. Ja, ik ga mijn best doen om het zo duidelijk mogelijk te vertellen, maar het kan zijn dat er wat tranen tussendoor komen. We zijn zo dankbaar dat we hier mogen staan.
om onze dochter te laten dopen. Het is al een tijd lang mijn verlangen geweest te vertellen over Gods leiding in ons leven in de afgelopen 3 jaar. Er is ontzettend veel gebeurd, veel te veel eigenlijk om zo even te kunnen vertellen. Maar ik zou in ieder geval een aantal grote lijnen willen delen. Startend in september 2019. Na een periode van blijde verwachting van ons derde kindje. Ontvangen we na 20 weken zwangerschap onze dochter Noah. En meteen na haar stilgeboorte leggen we haar terug in zijn hand. En wetende dat ze daarvoor altijd veilig is, maar ook wetende dat we nooit zelf voor haar zullen zorgen. Op de dag dat we haar begraven, verschijnen er continu regenbogen aan de hemel. Wat voor ons een teken is dat hij erbij is. We mogen ons gedragen weten, maar een zware periode van eerst lichamelijk en daarna geestelijk herstel volgt. Jeetje. Nee, ik wil het zelf doen. Gut. Daar heb je dan zo lang naar uitgezien dat je dit kon doen. En dan... Ze wordt gemist in ons gezin, Noah. En de lege plek doet ontzettend zeer. En toch voelen we door alles heen dat hij deze weg met ons bewandelt. En mogen we stapje voor stapje weer genieten van alles wat hij ons geeft. Onze mooie jongens, Jozua en Samuel. En de liefdevolle relatie tussen Jan en mij... En alle steun die vanuit familie en vrienden, collega's en gemeenteleden op ons afkomt. Later dat jaar zien we wederom een positieve zwangerschapstest. Vertrouwen vinden is moeilijk, maar zal het dan nu toch? Na een prachtige termijnecho met een levendig kindje zakt later wederom de aarde onder onze voeten weg. Op 6 januari... wordt ons zoontje Juda stilgeboren. En toen begon de strijd pas echt. God, waar bent u nu? Wat is dit? Wat een zware weg. De pijn voelen bij jezelf, maar ook het verdriet zien bij je kinderen. Een vertroebeld zicht op de toekomst. Ik was boos. Boos op God. En ik stond mezelf dat toe. Mijn geloofsopvoeding en alles wat ik in al die jaren kerkgang had geleerd... zorgde ervoor dat ik wist dat God ons niet zou verlaten. Ook wist ik dat ik zelf niet zonder hem zou kunnen. Maar in een relatie mag je ook boos zijn en afstand nemen. En dat is wat er gebeurde. Maar God werkt door, heb ik geleerd. Zelfs en zeker als je in een dal zit. Ik was heel kwetsbaar, maar daardoor ook kneedbaar. Langzaamaan komen er littekens op mijn hart en klopt God steeds weer aan. En zet ik de deur weer op een kier, wetende dat hij de enige is die mij echt troost kan geven. Maar ook dan voel ik mijn lege moederschoot weer. En hiermee denken we aan en bidden we voor iedereen die een lege moederschoot kent. Op wat voor wijze dan ook. De angst om nog weer een zwangerschap te beginnen was eigenlijk te groot. Wat als het weer misgaat? Welke weg wil God met ons gaan? Uit de diepte roep ik u. We zijn weer wat opgekrabbeld en wederom een verlies moeten verwerken zou ondraaglijk zijn. Daarnaast willen we hier niet zelf voor kiezen. We weten hoe een zwangerschap tot stand komt en we weten ook dat Gods hand daarin groot is en hij het leven geeft. En toch voelt het als een eigen stap om intiem te zijn met elkaar. We weten het niet. Wat is zijn weg en hoe komen we daarachter? Een briefje uit de hemel, dat zou fijn zijn, zei ik op een dag tegen een van mijn lieve collega's. Zomaar in een lunchpauze tussen de biologielessen door. In de week die volgt komt op een ochtend onze Jozua uit bed. Vol enthousiasme. En met stralende ogen vertelt hij dat hij gedroomd heeft. En dit is niet zomaar een droom. Hij vertelt dat hij Jezus Christus gezien heeft. In onze tuin, bij de kastanjeboom.
Die kastanjeboom die voor ons zo bijzonder is geworden, omdat hij op de geboortekaartjes van zowel Noah als Juda staat en ze eronder liggen begraven. Hij legde uit hoe ontzettend groot de vingers van Jezus waren en dat Jezus met die vingers namen in de kastanjeboom schreef. Jan, Sanne, Jozua, Samuel, Noah en Juda. En dat Jezus daarna tegen hem zei dat we nooit meer een dood kindje zouden krijgen. Letterlijk ongelooflijk wat ons kind vertelt. Vol overgave. Even later spreek ik Jan en blijkt Jozua exact hetzelfde verhaal tegen hem verteld te hebben. En dan volgt er toch weer een rollercoaster. Je aardse brein zegt dat dit niet mogelijk is. Terwijl je geestelijk leven weet dat God zo tot ons kan spreken. Maanden gaan voorbij. De droom van Jozua laat ons niet los. Wie zijn wij om te twijfelen aan zijn grootheid en hoe hij door kinderen heen een boodschap kan brengen? Er volgt een tijd van zoeken naar God en zijn verborgen omgang in ons leven. Ik verdiep me in hem en zoek hem door middel van de Bijbel, podcasts, gesprekken met lieve vrienden en gebed. Ook bezoek ik het klooster. Ik bracht daar samen met zusters uit het hele land onder leiding van Sarianne van Dalen een weekend door, wederom zoekend naar hem. Een bijzondere tijd waarin ik leer dat God zich laat vinden en met mij en ons als gezin aan het werk is. Ik voelde echt contact en hoorde zelfs zijn stem in de nacht. Soms werkte hij zo hard aan mij dat het bijna te veel werd om te beseffen. Maar God bevestigde hiermee keer op keer dat hij met ons was. We raken wederom in verwachting. En is het dan roze geur en maneschijn? Nee, 9 maanden was lang. Een tijd volgt van aanvechting, gebed, hoopvol vertrouwen om vervolgens dat vertrouwen weer volledig kwijt te zijn. Maar in mijn angst en onzekerheid kwam ik iedere keer weer uit op zijn belofte. En zette God lieve mensen om me heen, om ons heen, om me op die belofte te wijzen. En dan kon ik en moest ik weer door. Ik kan me zo vinden in Psalm 30, vers 12, die het afgelopen jaar me ook werd ingegeven. Daar staat, u hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Wij mogen nu dansen na het rouwen. En daar zijn we God ontzettend dankbaar voor. Het is mijn verlangen dat er onder jullie zijn die dit horen. En er kracht en moed door mogen ontvangen. Als je het goed hebt, maar ook als je het moeilijk hebt, is God daar. Hij laat zich vinden als je hem zoekt. Er is niets mooiers dan daar je tijd aan te besteden. Je krijgt er zoveel voor terug. Het heeft ons ontzettend veel houvast gegeven. En dat gun ik aan iedereen. Ik zou God in mijn leven voor geen goud willen missen. En ik hoop jij ook niet. Ik zou graag willen afsluiten met de tekst van Noëlisa, geboortekaartje, die Jan is ingegeven. Omdat dit zo tekenend is voor hoe we de afgelopen periode hebben beleefd. 9 maanden lang hoopvol verwacht. Zoekend naar uw verborgen omgang in ons leven. De geboorte van Noëlisa getuigt van uw grootheid en macht. Door regenbogen en dromen ons ingegeven. Wij danken u voor dit grote wonder, Heer. Vader God, aan u alle eer. Amen. Dankjewel, Sanne, dat je dit in alle kwetsbaarheid hebt willen delen. In voor- en tegenspoed is God daar. En God spreekt door dromen, door het woord, door de Heilige Geest. En als Simeon, gedreven door de Geest. En als we dat zo met elkaar mogen delen als gemeente, dan mag het ons opbouwen in geloof en hoop en liefde. Ik wil daar met jullie de Heer voor danken. Hemelse Vader, dank u wel voor dit feest dat we 3 babytjes mogen dopen. Heer, wat geweldig dat u dit moment aan de doopouders geeft, aan de familie,
aan ons als gemeente, Heer. Dank u wel dat u een God bent die leeft, die voor ons zorgt, die in Jezus Christus ons vergeeft en hoop en toekomst geeft voor eeuwig. We danken u, Heer, voor wie u bent. En we loven en prijzen uw naam. Als ons leven over bergen gaat, maar ook door dalen. U kent ons, Heer. U weet wat we hebben meegemaakt in ons leven. En u kent ook de toekomst. En we geloven dat u het overzicht bewaart over ons en onze kinderen. Help ook deze doopouders, Heer, in de opvoeding van hun kinderen. Help ons als gemeente om naar de jeugd en naar de kinderen van de gemeente ook uw liefde te laten zien. Dat we richtingwijzers mogen zijn naar u. Heer, we bidden zo voor de hele gemeente ook. Maar ook voor ons land en de samenleving waarin we leven. In deze wereld. Werk met uw geest, Heer. En we geloven dat u vasthoudt aan uw plan. Dat u doet wat u belooft. En Vader, we danken u voor de houvast en de rust die ons dat mag geven in ons leven. En we kijken uit naar die dag die komen gaat, als u, Heer Jezus, terugkomt op de wolken. En daarom vanuit de diepte, vanuit de gebrokenheid, roepen we tot u. En bidden we u, Heer Jezus, kom spoedig terug. Maranatha. Amen. Onze gaven worden ingezameld. Dat kan digitaal, via de code die verschijnt via het scherm, via de Skipio-app natuurlijk. Als u fysiek liever geeft, dan kan dat ook bij het verlaten van de kerkzaal zometeen. En tijdens de collecte gaan we luisteren naar het prachtige lied van Kinga Ban, Meer dan een wonder. Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. Nooit gedacht zo perfect en klein. Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. Je bent meer dan een wonder. Door hem. Je bent meer dan een wonder.
gaan we nu met elkaar onze laatste lied in deze dienst vanmorgen zingen. Gezang 293, vers 1 en 4 uit het liedboek voor de kerken. Daarna mag u de zegen ontvangen. En daarna zullen de doopouders voor in de kerk komen staan. Namens de doopouders heb ik nog wel een verzoek aan iedereen om geen handen te schudden. In verband met de coronasituatie ook op dit moment. Dus wel mag u dan langslopen en feliciteren, God zegen toewensen. Maar als u het handen schudden nog even achterwege wil laten. En daarna mag u naar de koffie en de thee toe gaan. Maar eerst gaan we nu zingen gezang 293. Als dat mogelijk is, zullen we dat staande doen. Vers 1 en vers 4. Heen in vrede onder de zegen van de drie enige God. De genade van onze Heiland, onze Redder, Jezus Christus. De onvoorwaardelijke liefde van God de Vader. En de verbondenheid door de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen. Thank you.